Jullie komen net terug uit India. Ja, klopt. Ja, ben je die curry zo zat? Nou, een beetje wel ondertussen, want ja, je eet het daar gewoon echt heel veel. Ook als lunch en soms zelfs als ontbijt. Dus na een week, ja, dan ben je het wel een beetje zat. Ja, dus echt gewoon 3 keer per dag eet je hetzelfde. Ja. Ja, nou, dit soort dingen, hou je een beetje van koken? Zou je het thuis gaan doen? Ja, ik vind het wel echt een heel leuk idee. Vooral omdat je dan dus echt de dingen uit het restaurant kan namaken. Dus ja, ik vind het best leuk om te proberen inderdaad. Ja, Sean, ben je ook een wonder in de keuken? Ja, dan moet je aan degene vragen die waarvoor ik kook. Maar ik vind het erg leuk om te koken. Ja, wel leuk om te koken. Ja, absoluut. Ja. En in India, ook het eten daar goed bevallen? Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Er zitten zoveel kruiden in, zoveel smaken in. En of het nou vegetarisch is of niet, ik vind het altijd lekker. Laten we even vertellen waarom jullie naar India zijn gegaan. Want het is eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Jullie zitten op een school in Enschede. Je bent 16 jaar oud. Ja, klopt. En toen kwamen jullie met een groep studenten, medescholieren in Berlijn, in contact met een groep mensen uit India. En toen hebben jullie eigenlijk jezelf naar binnen gekletst. Ja, ze hebben ons uitgenodigd. Dus we hadden daar een project en dus na 1 week hebben ze gezegd van, goh, zouden jullie naar een project willen komen in India? Ja, dat is ongelooflijk, ja, toch? Om dat zelf te regelen. Ja. Ik weet niet, John, hoe het in jouw tijd was, maar wij gingen op werkweek naar Terschelling, niet naar India. Ja, zelfs nog dichterbij dan dat. Ja, dus, waar gingen jullie naartoe? Nou, ik kom uit Brabant, dus wij gingen naar Budel. Oh nee, dus, ja, naar Budel. Op de fiets. Op de fiets naar Budel. 15 kilometer fietsen. Ik weet niet, jongens, waar gingen jullie naartoe vroeger op de middelbare school? Naar Giethoorn bijvoorbeeld. Giethoorn, ja. Ben ik niet eens meteen nooit meer gegaan. Alleen in India in ieder geval. Geen India. Nee. Was dat ook echt een wens van jou en de groep met wie je bent gegaan? Ja, nou, ik denk dat we allemaal wel echt heel erg veel van reizen houden. En ik ben zelf ook al met vriendinnen en zo verder weg al geweest. Dus het was wel echt voor iedereen echt, die vond het ook echt oprecht heel leuk om dat te doen. Maar het was natuurlijk geen vakantie, want jullie gingen ook echt iets doen. Wat je hebt geleerd om als diplomaat of als ondernemer je staande te houden in zo'n internationale wereld. Hoe dan? Ja, we gingen de Verenigde Naties nadoen. Oh. Dus iedereen vertegenwoordigde zeg maar een land. En ik vertegenwoordigde dan Tanzania. Dus je moest vanuit dat land zeg maar de wereldproblemen bespreken en discussiëren daarover. En dan uiteindelijk moest je dan tot een oplossing komen om dat zeg maar op te lossen. Maar je bent toch nog nooit in Tanzania geweest, of wel? Klopt, ja, dat was ook wel moeilijk daaraan. Ja. Dus heel veel opgezocht daarover. En dat is ook het lastige, zeg maar, om dat echt vanuit dat land te doen wat zo ver hier vandaan is. Nou, je docent zit naast je. Deed ze het goed? Ja, deed het allemaal deed het geweldig. We zijn met 10 leerlingen gegaan. Ja. En er waren een paar groepen. 4 groepen, 4 verschillende landen. Ja. En wat je dan zegt over, is het dan niet moeilijk? Dat gold voor elke deelnemer. Ja. Elke deelnemer representeert daar een land. En dat is bijna nooit het eigen land. Ja. Dus, en komt er dan uiteindelijk een winnaar uit? Of hoe werkt zo'n project? Ja, ze hadden daar zeg maar wel, want op die scholen in India doen ze dat heel veel. Dus die leerlingen worden daar echt op beoordeeld. Dus op debatteren en op... Hoe ze het zeg maar daar hadden gedaan. Ja. Dus zij kregen echt allemaal van die awards uitgereikt aan het einde. Dus dat, voor hun lag daar echt wel heel veel druk achter, zeg maar. Dus dat was wel heel gaaf om te zien hoe zij daar allemaal zo hun best voor deden. En daardoor werd je zelf ook wel dat je dacht, dat was wel echt heel, heel gaaf. Wat was het grootste verschil tussen de manieren van studeren, tussen jullie en de mensen in India? Nou, de leerlingen in India zijn echt heel erg, die willen het allemaal heel graag. En ze zijn ook, dat was ook wel heel grappig, zeg maar, voor die tijd. Dan kom je daar binnen en dan komt iedereen meteen naar je toe gerend van, wat vind je hiervan? En wat is jouw oplossing? En wij zaten er allemaal van, sorry, rustig. Ik heb mijn cola nog niet op. Ja, zo. En neem je iets van dat mee, van die gedrevenheid? Nou, ik denk het wel, want je leert er sowieso heel veel van. Want als je tegen mij had gezegd van, nou, hoe gaat dat nou, zo'n hele conferentie? Zo, daar weet je gewoon niet zo heel veel van. Terwijl het toch wel heel belangrijk is. En nu weet je wel echt precies hoe het nou gaat en hoe je nou daar het beste kan discussiëren over. Dus jij kan morgen gewoon diplomaat worden. Wil je dat ook? Nee, ik denk niet echt iets wat ik zou willen, maar het is wel echt heel leuk dat je nu eigenlijk heel goed hebt gezien hoe dat nou gaat in het echt. Ja.
Jij bent docent biologie, normaal gesproken. Klopt. Hoezo mag jij mee? Ik heb zelf een jaar lang rondgereisd in Aziatische landen. Ongeveer een half jaar in India. Ja. En dus toen de groep terugkwam uit Berlijn met wij zijn uitgenodigd, zei ik meteen, ik wil wel mee. Ja, precies. Niet wetende dat een week na de rand het daadwerkelijk ook al besproken was en rond. Ja. Dus dat ging, het is heel snel gegaan. En is het dan ook iets wat gefinancierd wordt vanuit India? Of is dat vanuit school zelf? Nee, nou, op zich, bepaalde delen hebben ze vanuit India wel zeker bekostigd. Ja. We zijn in een hostel geplaatst op de universiteit. Daar hebben wij nooit een rekening van gezien. Maar datgene wat we, een vlucht en de kleding die we nu aan hebben, een van de eisen die er was, lag. Ja, dat je strak in pak moest komen. Strak in het pak, ja, was echt allemaal heel duidelijk. Dat is in een duidelijk overleg met school, met centrale directie, met de ouders is dat besproken en is daar een afspraak rondomheen gemaakt. Was het ook nog een cultuurshock voor sommige leerlingen? Want jij ziet er heel rustig bij. Ja. Volgens mij maak je jou niet zo heel snel. Het is gewoon echt heel erg verschillend. En ook omdat daar die koeien lopen allemaal op de straat en het verkeer is ook echt heel anders dan hier. Ja. Alleen maar getoeter en je rijdt daar ook links en je hebt gewoon, je ziet heel veel ook de armoede. Ook al waren daar ook kinderen om jou heen of medeleerlingen die daar gewoon heel verdrietig van werden of niet tegen konden? Of... Ik denk dat het toch heel anders is, want wij gingen wel gewoon elke avond weer naar ons hostel op de universiteit. Dus ja. Je zag het wel allemaal, maar je was toch weer een beetje afgesloten ervan. Ja. Maar alsnog, het komt wel binnen al die... Want je ziet zoveel en dan... Ja. Ja, dus neem je allemaal wel mee volgend jaar weer? Of ligt dat aan hoe goed de groep is? Nou, deze groep die heeft zo ontzettend veel geleerd en zo ontzettend de best gedaan. Dus daar heeft het zeker niet aan gelegen. Maar we hebben heel veel uitnodigingen binnen. Ja, de leerlingen waren dan aan het praten en debatteren. En ondertussen, wij als begeleiders zijn daar niet toegelaten. Dus alle begeleiders van de leerlingen zaten dan bij elkaar. En dan praat je veel en praat je. Ja. We hebben een uitnodiging van Japan, we hebben een uitnodiging van de Malediven. Ja, dat is dus, een hele handel eigenlijk in. Ik kan een andere baan beginnen als het zou moeten. Ja, ik zou het doen. Er wordt heel veel in gedaan. En in Europa zie je het nu ook opkomen. Hongarije is veel mee betrokken en Denemarken doet veel. Ja. Dus het begint echt wel ook hier richting deze landen. Het levert natuurlijk enorm veel ervaring op. Ja, zeker. Ja. Je neemt dat voor de rest van je leven mee. Klopt. Ja, en je weet hoe curry smaakt. Jongens, zouden jullie dat leuk gevonden hebben? Aan de andere kant van de wereld. Ja, ik ben wel eens een keer in Thailand geweest. Ja, het is gewoon een hele andere wereld die kant op. Ja. En in ieder geval, volgens mij is India nogal ergens anders, maar het is wel een hele andere wereld natuurlijk en hartstikke druk volgens mij. Misschien is dat ook wel waarom mensen steeds kritischer worden op hun eten, omdat ze veel meer reizen en dus ook veel meer proeven van over heel de wereld. Ja, mensen kennen gewoon echt steeds meer, dat is het wel denk ik. Ja. Nog even tot slot over deze recepten. Gaan deze nou straks allemaal de prullenbak in? Want deze kent iedereen nu. Die staan niet meer op de kaart in de restaurants? Nee, ja, misschien nog wel een keer een andere draai eraan. Het zijn techniekjes die we zeker nog wel weer zouden gebruiken. Maar... Je kan blijven variëren. Ja. Goed, nou, ik dank jullie voor het mooie boek en ik moet ook afscheid nemen, want jullie moeten als de wiede weer gaan naar het Dorset in Bonn. Ja, we moeten snel naartoe inderdaad. Dankjewel voor het eten.